ieder dorp heeft zijn eigen bioscoop of op zijn minst een filmzaaltje. Wij vinden ze in alle schakeringen, van de hypermoderne bioscooppaleizen der grote steden tot de eenvoudige filmzaaltjes van afgelegen dorpen. Maar alle vragen zijn om verbetering en volmaking om op peil te blijven en om aan de eisen van een steeds meer kritisch en verwend publiek te kunnen voldoen. Indrukwekkende gevels met stralende verlichting. Moderne interieurs. Gemakkelijke fauteuils. Automatische luchtverversing en temperatuurregeling. Elektrische gordijnbediening en veelkleurige lichteffecten. Al deze nieuwste vindingen dragen ertoe bij dat de bezoekers zich in uw theater op hun gemak gevoelen. Maar zij zullen, nadat zij de indrukwekkende gevel, de interieurs, de kostbare tapijten en wandschilderingen hebben bewonderd, nadat zij in de gemakkelijke fauteuils hebben plaatsgenomen, wachten op dit ene, de voorstelling. En de helderheid van het beeld op het doek, de kwaliteit en het volume van het geluid dat het spel begeleidt, zijn factoren die de grootste invloed op de recettes van ieder bioscoop hebben. De tijd staat nu eenmaal niet stil en wij moeten mee. Veel is er veranderd sinds er met dit exemplaar gedraaid werd. Maar wij zijn er nog niet. Verbetering en vervolmaking zijn ook hier de orde van de dag. Totdat misschien eens het uiteindelijke doel bereikt zal zijn, de stereofonische geluidsweergeving en de driedimensionale kleurenfilmprojectie. Wie zal het zeggen? Maar wat de toekomst ook mag brengen, u kunt erop vertrouwen dat, voor zover het de ontwikkeling in dit veelomvattende bedrijf betreft, de grootste elektroacoustische laboratoria ter wereld, de Philips Laboratoria, niet alleen gelijke tred hiermee zullen houden, maar dat ze ook steeds aan de spits zullen staan. U heeft misschien uw theater gemoderniseerd? Wellicht beschikt u over het allerbeste op het gebied der filmproductie? Maar heeft u ook uw cabine gemoderniseerd? Is u er zeker van dat u de beste resultaten met deze films bereikt? Hiertoe is het immers van essentieel belang dat uw cabineinstallatie aan de hoogste eisen voldoet. Want tenslotte verkoopt u toch beeld en geluid. U wilt zonder twijfel op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de cinematechniek? Wel nu. Staat u mij dan toe u een demonstratie te geven met de nieuwste Philips-projectoren. Hier is de installatie. Twee Philips-projectoren van het nieuwste model. Hun bedrijfszekerheid doet beslist niet onder voor hun fraai uiterlijk. Ik moet toegeven dat ze inderdaad een zeer goede indruk maken. Ze zijn niet alleen modern van uiterlijk, maar ook de nieuwste vindingen zijn erin verwerkt. Hetgeen de bediening en controle ten zeerste vereenvoudigt. Tja, maar kunt u ze me eens in bedrijf laten zien en iets over de constructie vertellen? Ik kan u de constructie en de eigenschappen van de projector het beste in hun logische volgorde verklaren door een film in te leggen. Wij beginnen met de bovenste filmtrommel, waarvan elke helft uit één stuk metaal geperst en daardoor buitengewoon stevig is. De as loopt op kogellagers en de soepele frictie garandeert een regelmatige filmtrek. Aan de filmtrommel werd een lampje en een tijdschaal aangebracht, een gemak bij het overschakelen van de ene projector op de andere. Het brandslot is zeer stevig geconstrueerd en het kan niet geopend worden als de filmtrommel gesloten is. De bovenste filmtransportrol is van een lusregelaar voorzien die met de hand wordt bediend, ook wanneer de projector in bedrijf is. Boven deze transportrol bevindt zich een belangrijk onderdeel, de hefboom van de filmlusautomaat, die bij filmbreuk met één beweging het belichtingslampje en de motor uitschakelt. En nu komen we aan een van de speciale onderdelen
namelijk onze bijzondere objectiefhouder. Robuust, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen. Door de toepassing van moderne machines werd bij de fabrikage de grootste nauwkeurigheid bereikt. Slechts één druk op deze knop en de gehele objectiefhouder met de filmscheentjes glijdt vooruit. Verder is te zien hoe eenvoudig de objectiefhouder in zijn geheel verwijderd kan worden. Die aandrukscheentjes moet u eens met aandacht bekijken. Ze zijn van een speciale constructie. Aangezien de veerspanning met één schroef wordt ingesteld, verkrijgt men een gelijkmatige druk over de gehele lengte van de filmbaan. In een van de zijkanten van de filmbaan bevindt zich een verendrukstukje dat voor een lichte druk tegen de film zorgt, waardoor verplaatsing in zijdelingse richting voorkomen wordt. De projector is ingericht voor luchtkoeling en voor waterkoeling. De loop van het koelwater is duidelijk te volgen. Wanneer luchtkoeling wordt toegepast, dan behoeft alleen deze schroef te worden verwijderd. Men sluit dan de luchttoevoer aan en een koelende luchtstroom baast aan weerszijden tegen de film. Deze luchtkoeling wordt nog bevorderd door de trommelvlinder die een ventilerende werking heeft. De vlinder is achter het beeldvenster aangebracht. Daardoor valt er geen licht, en dus geen warmte, op het beeldvenster gedurende de periode dat het beeld niet geprojecteerd wordt. En hier is nog een aardige vondst. Indien men mocht vergeten deze aandrukrol te sluiten, dan gebeurt dit automatisch wanneer de objectiefhouder gesloten wordt. En bekijkt u nu eens deze Malteser kruistransportrol. Het is een van de belangrijkste onderdelen, want van zijn uiterst nauwkeurige afwerking hangt voor een groot gedeelte het stilstaan van het beeld af. Daarom werden dan ook voor de vervaardiging hiervan speciale freesmachines gebruikt. Deze tanden zijn dieper ingesneden, zodat de film volkomen vlak om de rol ligt. In de flenzen zijn gaten geboord om het gewicht zo laag mogelijk te houden. En de hele transportrol weegt dan ook maar 16 gram. Ik kan u tegelijkertijd wijzen op de vernuftige constructie van onze aandrukrollen. Ze kunnen heel gemakkelijk worden afgenomen en weer worden gemonteerd, zonder dat hun instelling verandert. En nu komen we aan het gedeelte dat voor de geluidsweergeving dient. Dit is de nieuwe Philips toonkop. Deze aandrukrol kan niet open blijven staan. Bij sommige apparaten is dit wel mogelijk, waardoor storingen in de geluidsweergeving optreden. En let u nu eens op de prachtige afwerking van de draaiende geluidsbaan en van de andere onderdelen die tezamen zorgen voor een volkomen constante snelheid van de film. Van deze afwerking hangt voor een groot deel de geluidskwaliteit af. Hier bevindt zich het belichtingslampje dat voorzien is van een richtflens, zodat het bij verwisseling automatisch juist ingesteld staat. Speciaal vraag ik uw aandacht voor de manier waarop het licht van het belichtingslampje op de fotocel wordt geworpen. U ziet hoe door middel van een optisch systeem het sterk vergrote beeld van het geluidsspoor door de aftastspleet op de fotocel wordt geprojecteerd. Van veel belang is het verder dat de toonkop zeer eenvoudig te veranderen is voor push-pull en stereofonische geluidsweergeving. Zonder overdrijving dus, de toonkop van de toekomst. Ook hier, bij de onderste filmtransportrol, hebben we een lusinstelling, zodat de grootte van de filmlus bij het inzetten van de film van geen belang is. Ja, zelfs tijdens de werking van de projector kan deze lus op de gewenste grootte ingesteld worden. En nog een kleine verbetering, die echter groot gemak geeft. Bij de meeste spoelen wordt het filmeinde onder een klem geschoven. Hier wordt de film eenvoudig tussen de windingen van een spiraalveer gestoken en als de spoel begint te draaien, automatisch vastgeklemd. En nu het onderhoud van de machine. Daar zult u ook wel belang in stellen. Misschien mag ik u even voorgaan naar de andere kant van de projector. Door deze vier schroeven los te draaien, kan de zijkant worden verwijderd en dan ligt het gehele mechanisme open. Dit metalen oliespatscherm maakt een speciale oliedichte pakking voor het deksel overbodig, wat het afnemen vereenvoudigt.
Wij hebben overal gestreefd naar eenvoud en alle gecompliceerde tandwielsystemen vermeden. De aandrijving wordt beschermd door een veiligheidskoppeling die verhindert dat bij een eventuele storing het mechanisme van de projector wordt beschadigd. Een van de belangrijkste factoren voor de levensduur van iedere machine is de smering. Bij deze projector zorgt een krachtige oliepomp voor een voortdurende smering van ieder onderdeel. Hier drukt de pomp de olie door een gaasfilter waarbinnen zich nog een magnetische filter bevindt. En dat laatste is weer iets speciaals van Philips. Die magneet trekt alle staal- en ijzerdeeltjes uit de olie aan, zodat de machine steeds met zuivere olie wordt gesmeerd. Er zijn twee van deze magnetische filters. Het tweede bevindt zich in de olietoevoer naar het Malteser kruis. We hebben het mechanisme eenvoudig, maar stevig geconstrueerd. Let u bijvoorbeeld eens op de grote diameter van de verticale aandrijfas en op de zware, zorgvuldig afgewerkte wormwielen. Maar behalve deze robuuste constructie is ook het nauwkeurig in elkaar grijpen van de tandwielen van overwegend belang voor de levensduur. Ook hier werden dus speciale freesmachines toegepast. En nu komen wij bij het hart van de projector, weer een onderdeel waarvan de kwaliteit van uw beeld in hoge mate afhangt, het Malteser kruis. Het kan zeer gemakkelijk uit de projector worden genomen en het is een prachtig stukje instrumentmakerswerk. Voor de vervaardiging ervan hebben wij speciaal opgeleide vakmensen en kostbare machines. Verder beschikt de controleafdeling over fijne meetinstrumenten die zelfs afwijkingen van een duizendste millimeter aanwijzen. En omdat er in het Malteser kruis ook bij langdurig gebruik absoluut geen speling mag ontstaan, moet het worden gehard. Aan de voorzijde van de machine bevindt zich de kadreerinrichting, die dus van beide kanten van de projector kan worden bediend. Bij het kadreren blijven alle lussen, ook tijdens het in bedrijf zijn, constant, waarvoor een zeer ingenieus gevonden mechanisme zorg draagt. Zo zou ik nog door kunnen gaan, maar ik hoop dat ik u ervan overtuigd heb dat de Philips projector de enige is die voor een theater als het uwe in aanmerking komt. Ja, het was een hele interessante demonstratie. En ik moet toegeven dat uw projector vele goede eigenschappen heeft die de andere missen. En toch is het niet alleen de projector die uw keus ten slotte moet bepalen, maar evenzeer de organisatie die erachter staat.